Kijkers van Gamer Max, vandaag weer een nieuwe Kingdom video en vandaag zijn we met Malzahn Casino. Ja, Malzahn Casino. Nou ja, ik heb het met een paar mensen gemaakt omdat er gewoon, ja, dat was vrij weinig te doen en we hadden allemaal zoveel diamonds dat we gewoon random casino gingen maken en dat is een beetje grappig als we niks te doen hebben. En ik ga jullie even een rondlijn geven. Nou, hier staan alle dealers op die, deze mensen. Wil je dat ook worden, moet je even aan iemand vragen. Laten we even de machines zien. Nou kijk, daar ben je helemaal zelf ontworpen. Hier is de uitgang. Ja, we even naar de ingang. We zijn trouwens met Jim Brinkman en Trailfax in ons kicken. Yo. Yo. En hier is de machine. Hier kan je shit uitpakken. Kijk, hoe rijk dat, ik weet. Dat is eigenlijk, je wint 3 keer je inzet. Dus als je 1 diablok inzet en je wint, dan krijg je 3 diabloks. Je wint als je, kijk, als je, je moet 3 dezelfde items hebben. 3 keer zand, 3 keer dirt of 3 keer kobbel, dan win je. Dus geen 2 keer kobbel of 1 zand, je moet echt 3 keer dezelfde hebben. Het stekt in elkaar trouwens. Ja, hij heeft net 1 keer gedaan. Even kijken. Hij heeft nou 3 kobbel. Zo gezegd, dan moet je op die knop drukken. Hij heeft 3 kobbel. Ja, ik heb gewonnen! Dus dan zou je winnen normaal, ja. Maar hij heeft niks ingezet. En dan wordt het in de hoppers. En dan ga je naar de andere kant toe. Naar de uitgang toe. Deze machine is scam, waarom krijg ik niet? Ja, je hebt niks inzet. Nou, hier is zo'n machine precies hetzelfde. Trouwens, je moet minimaal een blok van iets inzetten. Hier weer precies hetzelfde, je drukt op de knop en dan krijg je... Ja, dit keer hebben we 1 deur, 1 kobbel en 1 zand. Dan heb je dus niet gewonnen. Daar wonnen we net wel, zo gezegd. Zo werkt het dus. Als je wil weten wat het is, dan moet je even aan iemand vragen. De meeste mensen weten wel. En het is grappig om te doen. Dus trouwens op eigen risico, als je niks wil verliezen, moet je het ook niet doen. Het is meer voor de mensen die genoeg hebben, zoals iedereen bijna. Want je hebt mine instant en je kan zoveel mine als je wil, dan ga je weer een beetje gokken. Nou nee, ik gok geen legging. Jawel. Zo werkt het dus. En als je vindt dat het scam is, dan kom je niet. Het mag dat is goed. Het mag ons niet duidelijk, zo gezegd. We doen het ook gewoon voor onze lol. Ik zal eerlijk zeggen, ik heb het één dag heb ik hier dealer en ik heb meer verlies gemaakt dan winst. Maar ja, boeien. Fuck, fix voor mij even dealer. Nee, en dat is het eigenlijk. Wat, ik zet even een papierzetje in. Ja, maar ik wil even gokken. Ja, doe maar bij mij anders, doe bij mij. Nee, bij mij, jij hebt geen dealer. Nou, ja, maar ik doe het toch. Papierlegging. Ja, doe maar. Gooi dan maar. Kapot, hè? Ja, demonstreer het even. Nou, druk op de knop. En wint ie? Ah, fuck ja. Af, je wint ook, godverdomme. Nee, ik wil het papierstukje inzetten. Ja, nu krijgt hij dus zometeen 3 keer een pot IV-legging van mij. Mark, jongen, Mark, jongen. Nou, dan kijk, en dan druk ik deze lever. Nu ga ik hem zo meteen betalen, want ik heb het nou niet bij. Dus dat was het eigenlijk. Dus bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. Je hebt echt flink.